Albert, u heeft opgetreden in het wooncentrum De Buurstheden. Wat vond u ervan? Het was zo speciaal en helemaal speciaal toen het prachtige koor opkwam en mijn kleindochter er vandaag bij is. Dus we hebben met z'n allen samen zij gezongen en dat raakte me toch wel heel erg goed. U treedt min of meer op voor leeftijdgenoten. Met u bent opgetrokken en zij met u. Het was een feest van herkenning. Ja, dat was het zeker. Het was dat zeg ik ook altijd, dat we zoveel herinneringen hebben. En ja, het is bewezen dat muziek ontzettend belangrijk is voor iedereen. Vanaf baby's tot aan 100-jarigen blijft muziek heel belangrijk. Hey. Ja, zij is erbij hoor, ze is erbij. Maar je moet niet vallen, hè? Hou Omi maar vast. Ik begrijp dat u helemaal geen tijd heeft om oud te worden. Ik hoop wel heel oud te worden, maar ja, en tijd, ja, tijd kan je altijd maken. En als ik deze optredens mag blijven doen, totdat ik echt niet meer kan lopen, want dit is zo'n feestje om dit te mogen delen met alle mensen in Nederland. Natuurlijk met een lachen en traan zingen wij en soms laten mensen best wel een traantje lopen. Maar dat zijn dan ook tranen die niet van verdriet, maar meestal van blijdschap en herinneringen. U heeft opgetreden met de Oostvaders. Ja. Wat vond u daarvan? De Oostvaders zijn fantastisch. En het is ook zo, het was zo'n verrassing eigenlijk. Zoveel mannen die binnenkwamen en ze zongen echt feilloos goed. Het raakte me echt heel diep. Ik doe alles nog steeds met heel veel liefde en ik krijg zoveel terug van iedereen en dat houdt me echt hartstikke op de been. Dag allemaal, dag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.